Op de dag dat de Nederlandse herringvloot naar zee gaat, is het in onze grote vissershavens altijd een gezellige drukte. Dat was ook dit jaar weer het geval. In IJmuiden was het extra druk vanwege alle katwijkers die hierheen gekomen waren om hun vissersuitgeleide te doen. Het uitvaren van die vele loggers is altijd weer een fascinerend beeld dat niet alleen de familieleden naar de havens trekt. Tot op de pieren stonden de mensen. En er waren er die in tjokvolle schepen tot buitengaats met de vloot meevoeren. De loggers bevinden zich thans in volle zee. Maar voordat de visgronden midden in de Noordzee bereikt zijn, liggen er nog anderhalve dag voor de boeg. De langzame broeders worden op sleeptouw genomen, want ook zij willen tijdig aan schot kunnen gaan. In de middag van de tweede dag is men in het visgebied aangekomen en wordt begonnen met het uitzetten van de vleet. Na het bevel schotters te boord gaat de vlag in top. De schipper spreekt naar oud gebruik in stilte een ophoop van zegen uit. En dan worden de 40 onderling verbonden netten in zee gelaten. Elk net is 26 meter lang. Op de plaats waar er twee aan elkaar vastgemaakt zijn, zijn Schotse blazen bevestigd die ze drijvende houden. Na korte tijd is de ruim 1000 meter lange vleet geschoten. En nu is het wachten op de nacht, want alleen dan trekken de haringen die overdag op de zeebodem samenscholen verder. In het holst van de nacht wordt de vleet ingehaald. De mannen die maar een korte rust hadden, moeten weer volop aan de slag. Je moet er wel aan gewend zijn om zo'n haring nog praktisch rauw te verorberen. Onze logger doet tevens dienst als jager en moet de vangst van enige andere schepen mee naar huis nemen. In alle reilen worden bij het eerste daglicht de kantjes overgenomen. Er is haast bij, want het is telken jaren een erezaak om het eerst met de Hollandse Nieuwe aan de markt te komen. De resultaten van de vangst en het te verwachten tijdstip van aankomst worden naar de wal geseind. En dan gaat het op volle kracht naar de thuishaven. Land in zicht. 3 dagen na het vertrek van de loggers vaart de eerste haring de haven binnen aan boord van de Katwijk 227, Karel Doorman. Op de kade in IJmuiden staan de vrachtauto's reeds gereed om de haring direct naar de afslag te brengen. De Hollandse Nieuwe is weer in het land.